Dag dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd om een examenreis te gaan boeken. En dat wil ik graag doen in Joret de Mar. En waar kan ik mijn reis beter beginnen dan op Schiphol? Je kan natuurlijk op meerdere manieren naar Joret de Mar gaan. Je kan met de trein, bus of met het vliegtuig. Maar wat is er nou beter qua milieu, tijd en geld? Ik heb twee mensen gevraagd van de Wageningen University die mij met deze keuze kunnen helpen. Zo, hoi, ik ben Joes. Hoi. En ik heb gehoord dat jullie mij vandaag kunnen helpen. Ja, zeker. Ik ben Boris. Ik ben Eva. En wij zijn van de Wageningen University van de studie Economie en Beleid. Ja, we staan bij Schiphol. Waarom staan we bij Schiphol? Nou, waar ga je vandaag helpen bij je keuze voor een goed vervoersmiddel voor je examenreis? Nou, top. Het is hartstikke koud, dus laten we maar snel naar binnen gaan. Ja, we staan hier natuurlijk bij de incheckbalie. En je kan natuurlijk voor 16 heel goedkoop naar Joret de Mar. Maar kan ik met een gerust gevoel het vliegtuig in? Nou, niet helemaal. Eigenlijk, als je kijkt naar de prijs, is het best wel raar dat het zo goedkoop is. Als je kijkt naar het milieuaspect. Want een vliegtuig is gewoon heel erg zwaar en er is enorm veel energie voor nodig om dat ding de lucht in te krijgen en te houden. Dus dat brengt heel veel CO2-uitstoot met zich mee, wat heel vervuilend is voor het milieu. En daarnaast heb je ook nog de bewoners die last hebben van geluidsoverlast. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden. En wat is dan een goed alternatief om toch naar Joret te gaan? Nou, een veel minder vervuilende optie zou zijn de trein. Nou, laten we gaan. Ja. Ja, en we staan op dit moment bij een station. En het kost natuurlijk een paar honderd euro om naar Joret te gaan met de trein. Waarom zou ik dan met de trein gaan? Ja, zeker. Dat is helemaal waar. Alleen, er zijn voor scholieren ook veel kortingen op je treinpas. Daarnaast is het een veel duurzame optie. Zo is het 7 tot 11 keer minder uitstoot dan een vliegtuig. En de extra beenruimte die je voor de rug krijgt is erg voordelig. En wie weet ontmoet je nog een leuk iemand. Oké, en stel ik zou dan met de trein gaan. Dan zou ik waarschijnlijk ook best wel vaak moeten overstappen. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Nee, snap ik. Maar heel veel populaire bestemmingen die hebben vaak een directe verbinding. Plus, je zou je overstap kunnen omzetten in bijvoorbeeld een stedentrip. Dat je gewoon een middagje ergens blijft nog. Ja, het klinkt allemaal natuurlijk als muziek in de oren die voordelen. Maar kan het nog goedkoper? Ja, dan kom je al snel uit op de bus. Dus kom maar mee. Gaan we daarheen. Ja, we staan hier bij een internationaal busstation en de bus heeft natuurlijk best wel een slecht imago. Dus waarom zou ik dan eigenlijk voor de bus kiezen? Ja, nou ja, het duurt natuurlijk ietsje langer allemaal met de bus. Maar je kan er heel vaak voor kiezen om de nachtbus te nemen. En dan ben je voor jouw gevoel eigenlijk helemaal geen tijd kwijt, omdat je gewoon lekker kan slapen. En dan ben je de volgende dag op je bestemming. Daarnaast kan je heel vaak je stoel lekker achteruit en je hebt wat beenruimte. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo oncomfortabel. En als je kijkt naar het milieu, het is ietsje vervuilender dan met de trein. Maar wel weer een heel stuk voordeliger dan met het vliegtuig qua milieu. Maar in de grotere steden is er vaak sprake van milieuzones, waardoor je vaak aan de rand van de stad eindigt. Ja, dat is zeker waar. Maar steden zijn daar vaak goed op ingesteld, waardoor je makkelijk met het OV naar het centrum kan. En daarnaast, als ze dat niet zouden doen, zouden ze ook toeristen mislopen, wat ze natuurlijk niet zouden willen. Zo, nu hebben we alle drie de vervoersmiddelen gehad. Jullie lijken er heel veel verstand van te hebben, maar de studie Economie en Beleid, wat houdt dat precies in? Economie en Beleid is een 3-jarige bachelor. Die maatschappelijke vraagstukken beantwoord door een economische en beleidsmatige bril. En die altijd in het oogpunt houdt dat het altijd duurzaam verantwoord moet zijn. Okay. Ja. In het eerste jaar van je studie ga je vooral een beetje algemeen kijken. Zodat je een beetje goede basis hebt. Zo hebben we vakken als wiskunde en onderzoeksmethode. En daarnaast gewoon economie en beleidsvakken. Vanaf een beetje de tweede helft van je tweede jaar ga je iets dieper overal op in. En gaat iedereen ook een beetje zijn eigen kant op. Dus kan je zelf kiezen waar jouw interesses liggen. En wat kun je nou eigenlijk met deze opleiding doen? Studenten komen op hele verschillende plekken terecht. Ze komen in de bankensector, ze kunnen werken bij de Verenigde Naties, ze kunnen naar commerciële bedrijven toe gaan, NGO's, van alles wat. Ja, en als je dat niet leuk vindt, kan je altijd nog de nieuwe Jeroen Dijsselbloem worden. En waarom hebben jullie voor deze opleiding gekozen? De studie Economie en Beleid is heel erg divers. Zo zit er overal een soort van groen tintje omheen. Ja, dat diverse sprak mij ook heel erg aan. En daarnaast vond ik het wiskundige van de opleiding ook heel erg leuk. Want dan ben je naast alleen maar bijvoorbeeld literatuuronderzoek, ben je ook echt bezig met dingen doen, een beetje puzzeltjes oplossen. Vind ik zelf heel erg leuk. En daarnaast vond ik de sfeer in Wageningen, de kleinschaligheid, heel erg fijn. Sowieso is het een hele mooie campus. En ik vind het fijn dat je bent geen nummertje, je hebt heel goed contact met docenten en bijvoorbeeld studieadviseurs. Is het leuk om in Wageningen te studeren? Ja, ik vind van wel. Ja, ik ben zelf in mijn eerste jaar bij een studentenvereniging gegaan. En daar was ik eigenlijk vanaf het begin al best wel actief en druk. En heb ik heel veel nieuwe mensen ontmoet. Wat gelijk mezelf heel erg thuis voel eigenlijk. Klinkt leuk. Ja, dankzij de student van Wageningen heb ik de voor- en nadelen tegen elkaar op kunnen wegen. En ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik kies voor een nachtrit met de bus. Dan ben ik duurzamer dan het vliegtuig en lig ik de volgende dag lekker op het strand in Joret. En zou je willen weten hoe je door middel van economie en beleid mensen, bedrijven en overheden kunt sturen voor het maken van betere keuzes voor een duurzamere wereld? Check dan de studie Economie en Beleid op de Wageningen University. Links in de beschrijving. Later.